Misschien heb je het wel, dat je af en toe droomt over iets wat heel vaak terugkomt. En dat je denkt van, waarom droom ik daar nou altijd over? En een van de dingen die vaak gebeuren, waar je vaak over droomt, zijn dingen die niet afgerond zijn. Dus stel je voor dat je 15 jaar geleden een vriendschap had met iemand, een hele goede vriendschap, en op een of andere manier is het contact verloren, je hebt geen contact meer met elkaar, het is niet op een hele goede manier afgemaakt. En je droomt daar de hele tijd over. Terwijl je door de hele week door nooit aan diegene denkt, bijvoorbeeld. Of misschien heb je wel een businesspartner gehad, bijvoorbeeld. Waar je heel vaak over droomt. En terwijl je eigenlijk nooit meer over die gast denkt. Of over die dame denkt. En ja, dat dat gewoon steeds weer op je pad. Dat het gewoon toch ergens nog speelt. En of misschien ja, voel je een beetje onrustig of zo. Omdat er meerdere dingen in je leven zijn gebeurd die niet goed zijn afgerond. Die open eindjes, die zijn echt killing. Op het moment dat je niet je open eindjes afrondt, zeg maar, ja, kost dat gewoon heel veel energie. En mentale energie met name. Dus daar moet je gewoon over nadenken. En het is gewoon heel fijn om bepaalde dingen gewoon af te ronden. Dingen die in het verleden zijn gebeurd, om die gewoon af te ronden. En ja, dat is niet makkelijk. Weet je, het kan best zijn dat je een keer iemand iets geflikt hebt, bijvoorbeeld. Dat je denkt van shit, man, dat had ik echt niet moeten doen. En dat het te pijnlijk is om diegene weer onder ogen te komen, bijvoorbeeld. Dat is iets wat je de rest van je leven meeneemt. En dat is iets wat voor je de rest van je leven gewoon lastig zal zijn. Misschien denk je niet elke dag aan, maar je zult er misschien ook wel eens een minuut per dag aan denken. Het geeft je even een rotgevoel. Dat is een open eindje. Je hebt dat niet goed afgemaakt. Stel je voor dat je diegene zou gaan vertellen van, goh, spijt me man. Ik had het echt niet moeten doen. Ik baal er echt van. Ik denk er nog heel vaak over na. Het spijt me. Hoe krachtig is dat bijvoorbeeld? En er zijn heel veel open eindjes in ons leven. En je kunt niet alle open eindjes gewoon weer rondkrijgen. Dat is gewoon hoe het is. Maar de dingen die je nog kunt rondkrijgen, zolang je leeft kun je dat nog doen. En dat is volgens mij heel erg waardevol. En dat zorgt gewoon dat je gewoon veel meer rust in je donder krijgt. Dus open eindjes zijn qua productiviteit ook gewoon echt killing. En het is wat je altijd mee moet zeulen. En dat is gewoon simpelweg kunt aftikken door met iemand te gaan zitten of iemand je excuses aan te bieden. Of whatever, weet je, om een open eindje af te maken. Of af te ronden. Dat geeft je gewoon veel meer rust en ook veel meer vrijheid om gewoon weer door te knallen. Je moet dus weten hoe vaak het gebeurt dat iemand iets echt kan afronden. En vaak zeggen, ja, mentaal heb ik het al afgerond. Maar dat is vaak niet zo. Door echt iets af te ronden, zeg maar, heb je veel minder bagage. En kun je gewoon weer gas geven. En die bagage die we allemaal meedragen, dat moet eigenlijk zo licht mogelijk zijn. Je moet gewoon zo makkelijk mogelijk kunnen switchen en dingen kunnen gaan doen. En niet al die ellende van vroeger meenemen. Het beste is om het gewoon los te laten en die open eindjes gewoon echt volledig weg te tikken. En ja, als ik je daar een tip over zou mogen geven, zou ik gewoon eigenlijk gewoon echt op papier zetten van oké, wat zijn alle open eindjes? Wat zijn alle dingen die nog niet zijn afgerond, die nog wel zeuren? En dat kunnen grote dingen zijn. Dat kan bijvoorbeeld dat je vroeger, ja, weet ik veel, een keer ruzie hebt gehad met een familielid wat je nooit hebt afgemaakt, waar je nog steeds een beetje wrok over voelt. En dat je dat gewoon gaat aftikken, dat je gewoon zegt van, hé man, ik vergeef het je. Dat is een big thing. Of een klein ding van, shit man, ik moet nog steeds een verjaardagskaartje sturen naar mijn tante die 3 maanden geleden jarig was. En dat ben ik toen vergeten, moet ik ook nog steeds regelen. Door dat af te ronden, is er weer een open eindje wat je afrondt. En door dat veel te doen, heb je veel minder bagage, kun je veel meer knallen, ben je veel gelukkiger.